Radio Show. Арст! Alsjeblieft. The brother's gonna work it out. The brother's gonna work it out. The brother's gonna work it out. Come on. The brother's gonna work it out. 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 Hey, the brother's gonna work it out. Come on. The brother's gonna work it out. The brother's gonna work it out. The brother's gonna work it out. Come on. The brother's gonna work it out. 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 Hey, the brother's gonna work it out. Come on. The brother's gonna work it out. The brother's gonna work it out. The brother's gonna work it out. Come on. The brother's gonna work it out. 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 Hey, the brother's gonna work it out. Come on. Ze smacht van ons been, je moet van die zijn.
Pedersen op Ole Martin Aarst. En die komt er langs. En Joly in het centrum. Aarst met een slalom. En een overtreding van Fadiga. En een strafstop voor AA Gent. Op 1 minuut voor het einde van de wedstrijd. Helemaal de verdiensten van Ole Martin Aarst. Aarst. En 2-0. Vierde penalty goal van het seizoen. 24e doelpunt in het totaal. Hij beslist de wedstrijd helemaal nu in het voordeel van AA Gent. Gent-Brugge 2-0.